Ik ben Dave van Linden, voetbalbestuurslid van Excelsior 20. En wij hebben vandaag, namens alle businessclubleden, sponsoren en de leden iets moois aangeboden aan de mensen van de zorg hier in het Vlietland ziekenhuis. Wij hebben snoep aangeboden. Zaterdag kwamen we eigenlijk op het idee dat we een hele hoge voorraad aan goederen hebben staan waar we eigenlijk nu niks mee kunnen. En toen hadden we zoiets van, wat gaan we met snoep doen? En het idee was om de snoep te doneren aan de club. Nou, heeft natuurlijk snoep een bepaalde waarde. Dus we dachten van, als we nou een soort tikkie-actie doen onder onze businessclubleden en sponsoren, dan hebben we in ieder geval die waarde eruit en dan kunnen we snoep doneren aan het ziekenhuis. Aan de mensen in de zorg die op dit moment gewoon keihard werken. Dat liep een beetje uit de hand. Zo'n tikkie-actie ging eigenlijk door alle groepsapps binnen de club heen. En zaterdag staat al op €1300 en op zondag staat op €1700. Ja, geweldig. Daarnaast hebben we eigenlijk gelijk contact gehad met Plus van der Meer. Die zeiden van, luister, als jullie dit doen, snoep, dus een beetje ongezond, laten wij dan voor het gezonde kiezen. Dus die kwamen met fruit, wat ze doneerden. Het beveiligingsbedrijf Shelter, een Schiedamse bedrijf, die bij ons eigenlijk alle beveiliging doen bij de feesten en ook voor Schiedam. Ja, die zeiden van, wij willen ook wel wat doen met een mok. Nou, die hebben we gevuld met wat opkikkertjes en thee. Om toch voor die mensen ook gewoon een opkikkertje, zeg maar. Ja, en toen kwamen we nog, hadden we nog wat geld over. Nou, in samenspraak met het ziekenhuis hebben we bedacht om een cheque voor €1500 te schenken aan de Stichting Vrienden van Vlietland Ziekenhuis. En wat meneer Niels Honig net al zei, dat gaat een mooie bestemming krijgen. Ja, ik vind de donatie fantastisch. Het is een ontzettend mooi gebaar van de voetbalvereniging om op deze manier onze medewerkers een hart onder de riem te steken. Nou, ik ben overvallen door het grote gebaar, dat er behalve de snoep ook nog een cheque bij zat. Dus daar gaan we goed over nadenken. Maar een idee wat zo ontstond al, dat hoorde ik net ook, is dat we een relaxstoel zouden willen aanschaffen voor onze medewerkers. Die we bijvoorbeeld op de IC of op de spoedeisende van hulp zetten, zodat ze even 10 minuten uit de hectiek kunnen. En zich even kunnen afzonderen in zo'n speciale stoel. Ja, want eten zullen wij straks gaan verdelen over de afdelingen. Er werken natuurlijk heel veel mensen in het ziekenhuis. Er ligt heel veel. We hebben heel veel gekregen. We zullen dat netjes verdelen over alle teams. En dan zal dat best wel goed komen vandaag. Ik ben Mirjam van der Meer. Ik ben van Plus van der Meer op de Nolenslaan. En wij werken al jaren met Excelsior 20 samen. En vandaar deze actie hebben wij de bananen geschonken. Nou, eigenlijk het hele fruit gebeuren. Nou, wij kwamen op het idee omdat wij eigenlijk al heel lange samenwerking hebben. Ik doe elke zaterdag lever ik de bananen aan Excelsior 20. Dat is dan voor de jeugdteams. Zodat ze in de rust lekker een banaantje kunnen eten. Nou ja, het voetbal valt natuurlijk ook helemaal weg. Wat natuurlijk voor heel veel kinderen heel jammer is. En toen kwam Excelsior naar mij toe van, we willen eigenlijk iets doen, we willen iets organiseren. Toen zeg ik, dan kunnen we de bananen en het fruit kunnen we doen. Dus zodoende zijn we op dat idee gekomen. Elke steun, elke blijk van waardering, of het nou een spandoek buiten is of een tekening op de stoep. We hebben al mooie bloemen gehad, nu dit snoep. Ja, het is hartverwarmend en het is echt een steun in de rug.